In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We hebben iets moois voor elkaar. We zijn samen om 66 jaar Moesland te vieren. Ik doe het helemaal niet. Voor degenen die al een vluchtige kijk hebben genomen in het misboekje, die hebben een beetje in de gaten waar het over gaat. Ga open. Open je oren, open je ogen om te zien, te horen en mee te doen. Ik kan het net zo goed in dialect doen, dat is net zo makkelijk. Als je een lijpe stoep bent. Dan moeten gaan zoeken, dan moeten mensen gaan zoeken om bekend te worden. Dat de mensen hoe leren kennen. En dan gaat het in onze eigen schuik heel gemakkelijk. Gemakkelijk in de zin, je gaat gewoon op mensen af. En ze komen naar toe. Maar het is ook wederzijds. Ik was op zoek naar Maarten, onze vuurzitter. En dat duurde even, want we hadden even wat tijd nodig om een afspraak te maken. Maar in de tussentijd kwam Bas. Je kent hem wel van de documentaire die we allemaal gezien hebben afgelopen donderdag, naar me toe. En die zei het, ik moet even met u praten. Ik moet even iets met u regelen. Ik zeg, wat wil je dan? Mogen wij de kerk gebruiken? Zegt, ja, dat kan, als je het netjes houdt. En dat heb je gedaan, het waren netjes. Maar ja, toen kon Maarten niet meer achterblijven, hè. Toen kwam hij met Joost en met Chantal. En toen heb ik gezegd, ja, er is koud bier als je de vlag kunt ophangen. Oh, dan is het al geregeld, dan kunnen we naar huis. Zeg, ja, zo werkt het allemaal. En zo loopt het een naar het ander. We doen er mee aan de vlagceremonie. In een leuke quiz. In een polonaise in een zaal die veel te klein is. Maar wel gezellig met bier erbij. De optochten die prachtig zijn. Echt een groot compliment voor jullie alles. De gaapmergen. Ja. En dan kun je raaien als je dan 66 jaar bestaat. Dat je dan ook in de organisatie komt te zitten, althans voor wat betreft de mis. Want de rest laat ik aan experts over. Daar ben ik niet zo handig in. Alhoewel, ik heb gehoord iets en ik weet hoe ik een feestje moet organiseren. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. En laten we er iets moois van maken met z'n allen. Maarten, ik geef jou het woord en daarna moeten we niet vergeten de kaars te ontsteken, hè? Want dat is heel belangrijk. Dank u wel, meneer Verstoor. Alle hartelijk welkom namens Stichting Carnaval van de Moeslanden. En ja, het is bijzonder om dit hier te zien. En vooral ook vanuit deze positie om dit te zien, wat je nu ziet. Uniek. We hebben al een paar unieke dagen achter de rug. En ik hoop vanmiddag nog een hele unieke middag. Maar in ieder geval heel fijn dat u alle hier bent. Geniet van deze mis. Zullen we kaarsjes aansteken, jongen? Ja. Ja, als je dan in de kerk bent, en voor degenen die er niet zo bekend mee zijn, beginnen we met een moment van stilte, een moment van vergeving. Waarom? Om het feestje goed te kunnen vieren. Laten we even stil zijn en die momenten bij God brengen waarvan we zeggen, dat had ik anders moeten doen, dat had ik anders gewild, daar kan ik nou sorry voor zeggen.
En we vonden het wel fijn als organisatie om dat samen te doen. Dus ik nodig jullie allemaal uit om samen met mij, met ons allemaal, dat gebed te bidden wat je op bladzijde 1 vindt. Een klein stukje op bladzijde 2. Ik zal beginnen en dan kunnen jullie volgen. God, we gaan een feest tegemoet en in onze vreugde nemen we iedereen bij de hand. We sluiten aan bij die stoet van feestvierende mensen. Groot en klein, maar vergeten vaak blijdschap te geven en te ontvangen. Gewoon, alle dag. God, we vinden onze eigen kleine zorgen zo belangrijk en denken niet aan die mensen om ons heen die langzaam uit de stoet verdwijnen. We zien niet in dat ook deze mensen hunkeren naar een glimlach, wachten op een goed woord en verlangen erbij te horen. Vaak menen wij het ook alleen te kunnen. We sluiten onszelf buiten en willen de vriendschap en de hulp van anderen niet aannemen. We vergeten dan de mooie dagen toen we lachten en dansten en tegen iedereen vriendelijk waren. Goede God, voor al deze kleine en grote fouten vragen wij u. Vergeef ons onze schuld. Vul ons hoofd opnieuw met blijde gedachten en ons hart met vergevingsgezindheid, tederheid en liefde.
naar ons bidden. God onze Vader, er zijn momenten in het leven dat wij serieus zijn. Zoals op school, bij het werk, onder zorgen thuis en zoveel andere dingen die met verantwoordelijkheid gedaan moeten worden. Maar Gij geeft ook dagen om te zingen, te dansen, om vreugdevol te zijn. Geef dat wij met plezier mogen leven, gelijk op een feest, en niet enkel met carnaval, maar al onze dagen door Christus onze Heer. Amen. Prins Jerk ten Eerste, mag ik u uitnodigen voor uw eigen woorden. Een mooi stukje waar we kunnen van genieten. Goedemorgen, parochianen, parochianinnekes, moestakken en moestakinnekes. Wauw. Heel trots op mijn volgelingen. Het is voor mij een eer om als prins van ons ontzettend mooie dorp jullie toe te mogen spreken op deze hele speciale ochtendmis. En het doet me dan ook deugd jullie alle hier in grote getale en feestelijk uitgedost in de kerkbanken van de heilige Aptonius Abtkerk te zien. Laten we samen spreken. Bij een viering van het 66 jaar jubileum van het... Oh, een telefoontje. Bij een viering van het 66 jaar jubileum van het grootste, het schoonste, het mooiste feest van heel de wereld hoort natuurlijk een samen zijn. Laten we even wachten. Kijk eens een boodschapje doorgeven. Op de plek waar de carnaval zijn oorsprong vindt. En heel mooi dat het dus ook mogelijk is. Bij deze spreek dan ook graag mijn dank uit aan onze pastoor Jacques Rubbe om dit mogelijk te maken. Laten we samen spreken. Laten we samen spreken. Lang leven de carnaval. Want carnaval, waarom vieren we dat ook alweer? Het komt van het Italiaanse carne levare. Ja, dat heb ik geoefend thuis. Wat vrij vertaald het wegnemen van vlees betekent. We vieren samen dat we nog één keer los kunnen gaan. Voordat de sobere 40 dagen vaste tijd tot Pasen begint. We verkleden ons, want met carnaval kan je zijn wat of wie je wil. Voor even maakt het niet uit hoe je erbij loopt. Want als iedereen er gek uitziet, ziet niemand er gek uit. Laten we samen spreken. Ik kan nu al van genieten. Er is dan ook geen aangenamere val dan een carnaval. Je valt namelijk naar boven. Het is een val in de blijheid. In ieder is gelijk en de saamhorigheid van het dorp floreert. Dat wij hier tezamen mogen koesteren, dat wij bevoorrecht zijn dit feest der verbinding al 66 jaar te mogen vieren. En dat we nog vele, vele jaren samen in ons mooie Moesland mogen genieten van dit hemelse feest. Het Moesland is toch zo prachtig, wonderschoon, allemachtig. En graag eindig ik met een gezamenlijk, iets wat carnavalesk gebed. Jupiler, die in de hemel zijt, uw naam worden gebrouwen, uw bar zal komen, uw drank zal vloeien, gelijk in deze kroeg, zoals ook bij ons thuis. Geef ons heden ons dagelijks bier en vergeef ons onze katers, zoals wij ook de barman vergeven. En leid ons niet naar de frisdrank, maar verlos ons van het malt. Want uw bier is kracht en heerlijkheid,
tot aan sluitingstijd. Proost. Lang leven de Kamer. We gaan zo dadelijk luisteren naar het woord van God, of met een Grieks woord, het evangelie. Prins, ik heb u weer nodig, hè? En een paar andere mensen, want we gaan dat op een hele bijzondere wijze doen. Je zult wel merken hoe het gaat, maar dat komt vanzelf goed. Mag er voor gaan staan, anders gaan we zien. In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Decapolis. Men bracht een doof stomme bij hem en smeekte hem dat hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde
buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: Ephata, wat betekent ga open. Terstond gingen zijn oren open. En werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood het hen iemand te zeggen, maar hoe meer nadruk hij dat verbood, des te luider verkondigde zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: Hij heeft alles wel gedaan. Hij laat de doven horen en de stommen spreken. Dit is het woord van de Heer. En als je dan weet dat we hetzelfde allebei in gedachten hadden bij de voorbereiding, dan denk ik, dat komt wel goed. We zijn hier in de kerk, een huis van gebed, een huis van geloof, maar ook een huis van vreugde zoals vandaag. Maar we mogen ook zeggen dat we geloven, al is dat een geloof dat breekbaar, kwetsbaar is. En misschien wel een heel ver moet komen. Om en om spreken we die woorden uit. Ik zou zeggen, blijf maar zitten, want dat is net zo handig allemaal. Ik begin en het donkere gedeelte, daar kunt u antwoorden, maar dat spreekt al voor zich. Ik geloof dat ik nooit alleen ben, dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is. Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft naar de aarde. Ik geloof dat Jezus is gekomen om mij te bevrijden van zonde en van schuld. Ik geloof dat de geest van Jezus Christus in mij leeft en werkt. Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. Ik geloof dat om mij heen de hele gemeenschap van de kerk is. Daartoe wil ik behoren. Ik geloof dat ik nooit zo ver weg kan zijn van God, dat terugkeer onmogelijk is. Ik geloof dat ik nooit zo ontzettend kan verdwalen, dat God mij niet meer naar zich toe wil trekken. Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood. Hij wil de blijdschap en niet het verdriet. Dat Hij bij mij is vandaag en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Net zoals de geloofsbelijdenis hoort het bidden erbij. En bidden is niet alleen een boodschappenlijstje inleveren met wensen en vragen, maar is ook luisteren naar wat Hij je wil geven. Mag onze grootvorst Joost uitnodigen om ons daarin voor te gaan.
Ziet er toch mooi uit van deze kant, Jacques? Ja. Bidden wij tot God, onze Vader. God, onze Vader, wij bidden u. U voor alle mensen die met ons meetrekken in de stoet door het leven. Dat we eerlijk en open tegenover elkaar staan. Ons ware gezicht laten zien. Een lachend gezicht, zodat het niet moeilijk zal zijn om van elkaar te houden. Laat ons bidden. Dat we onszelf niet van anderen afkeren. Dat we niet denken vriendschap, hulp en vertrouwen van anderen niet nodig te hebben. Omdat we het wel alleen kunnen. Laat ons bidden. Dat we niet om elkaar, maar met elkaar lachen. En dat als onze zorgen toch te groot zijn, dat we in de vreugde van ander ons eigen verdriet vergeten. Laat ons bidden. Laat ons niet vergeten te denken aan de mensen die deze dagen niet mee kunnen vieren omdat ze ziek zijn of met een beperking leven of omdat ze in droefheid zijn om iemand. Dat ze gesterkt mogen worden, hartelijkheid mogen ontvangen. Laat ons bidden. En laten we dan even stil worden bij de levende en de overleden moezakken en moezakinnen. Want ook hen mogen we in ons hart sluiten door ze niet te vergeten. Laten we daar even stil zijn. God, verhoor ons al onze gebeden. We blijven steeds samen op weg naar u. En sluiten ons aan bij de stoet van gelovige mensen. Nodig ook anderen uit om met ons mee te gaan. En zegen dan ieder van ons. Amen. We houden een collecte. Begrijpt wel, de schoorsteen moet ook blijven roken. Als je muntjes kwijt wilt van de carnaval, dan kan dat ook. Daar zijn we ook. Maar we zijn dankbaar voor alle milde gaven. En in de tussentijd mag ik Gert. Ja, ik roep het zelf op, dus. Ik mag Gert van Boksel uitnodigen om een van de carnavalskrakers, als ik moest stampen, te komen zingen. Ja. Is het begonnen met wagenken op een kar, met ertussen de berries, het gekste wadenar. Hij liet de mensen lachen, hij zelf de meeste schik, en achter een boembakkes, hij er niemand schrik. Pastoor die gaf zijn zegen, dacht wel hoe zal het gaan, zullen ze woensdag
tussen wortel en prei. Ergens in een koud schuur, boze volgens plan, de deur al opgemeten, dat die ook naar buiten kan. Ze vormen en ze plekken, zorgen dat draaien zal. De jeugd is van de straat, algemeen met carnaval. Ze lopen mee, ze zijn er aan verknocht. Met een mooi muziekje vullen ze de optocht. Het volk dat kijkt verwonderd, het reageert en dan. Ze zien in een paar uren, wat men de tijd in beslag nam. Als ik de moestans dan krijg ik weer het gevoel. Carnaval is meer nog dan wij doen. Als ik de moestans dan word ik van binnen blij. Dat nog steeds groeit tussen wortel en prei. In een bekende kop zwaaien door de mensen in een plinselig gewaad. Maar het kon zo kunnen boer zijn, ze gaan toch elke maand. Wat ooit was begonnen met wat gekken op een kar, loopt de jeugd nou tussen buries. Ze zijn allemaal de nar. De toekomst is verzekerd en we houden goede moed. En mijn flink stuk worst smaakt de moes nog altijd goed. Als ik de moes dan stam, krijg ik weer het gevoel. Carnaval is meer nog dan ik doe. Als ik de moes dan stam, ik van binnen blij, dat nog steeds groeit tussen wortel en prei. Dat nog steeds groeit. Dat is nog eens mooi, hè? Ja, daar hoort erbij. Dat moet je gewoon doen. Wat we ook gaan doen, is samen met onze vader bidden. Niet in jouw variant, want dan wordt het heel gezellig. Maar dat doen we straks wel een keer. Maar we bidden het met de woorden die we kennen. Niet in onze vader, want dat kennen we niet allemaal zo goed. We bidden gewoon samen met de onze vader. We gaan daar niet zingen. We bidden het gewoon. Dan doen we het samen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuld. Leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. En dan komt er daarna iets moois. We zeggen luister maar. Thank you.
En dan maar één keer oefenen. Dat is toch topkwaliteit, hè? Maarten, ik geef jou voor de tweede keer het woord. En dan mogen we langer praten. Ja, het is een moeilijke. Iets wat mooi is, en deze gruwelijk mooi. Gebeurt dit. Ik ga toch proberen iets op een redelijk fatsoenlijke manier eruit te brengen. In het moestland wordt al lang carnaval gevierd, 66 jaar. En dat is een heel iets, trots iets en een heel rijk goed waar we echt trots op mogen zijn. En wat een soort moestlands erfgoed vertegenwoordigt. Elk 11 jaar gaan we daar groot vieren, zoals ook dit jaar. Onderdeel van de traditie is een dienst in deze kerk. Heel waardevol om te mogen doen en daarvoor nogmaals, pastoor Jacques Rubbe, u heeft toegevoegde waarde aan carnaval en deze mis hoort erbij. Altijd fijn als je omdraait, dan krijg je een hoofdkapel en die kunnen we doen van grappige dingen en dan gaat het wel weer mee. Ik denk dadelijk nog een keer. Moestland is uniek, heeft een uniek karakter en heeft soms eigenzinnige gebruiken, festiviteiten en tradities. En een aantal van die tradities moeten we ook echt met z'n allen proberen in stand te houden. En de twee daarvan is één is op zondag met de jeugdoptocht en de andere onze grote Moestlandse optocht. Daar zijn wij als Moessakken en Moessakinnen, als Moeslanders, meer dan trots op. Zorg ervoor dat we ook met z'n allen de komende tijd blijven doen. Daar moeten we met z'n allen hard voor werken, waar wij met z'n allen, wij kunnen dat. En ik weet zeker dat dat gaat lukken. Een carnaval geeft veel energie. Energie aan het dorp, aan onze jeugd, aan onszelf en ook aan onze ouderen. Betrokken mensen, we zijn samenhorig. Vorige week hebben we onze mensen met een beperking een hele fijne middag mogen bezorgen. En ook, een deel heb ik al gezien, onze senioren hebben ook een mooie middag mogen bezorgen. En afgelopen twee dagen, u zei het al bij het openingswoord, hebben we al twee fantastische, fantastische avonden gehad. Een hele mooie documentaire, een mooie start met allemaal Moeslandse muzikanten. Echt allemaal van eigen bodem, ook dat kunnen wij. Gisteren hebben we gewoon het dak ging er echt bijna letterlijk af, een knalfeestje gegeven. En we gaan kijken of we er vanmiddag nog een grotere bende van kunnen maken, heb ik begrepen. We gaan het maar kijken hoe het uitpakt. Ik ben daar in ieder geval samen met het bestuur, want ik sta niet alleen, ik sta hier volgens het bestuur van Stichting Carnaval de Moeslanden. Hartelijk dank. Dank voor jullie geweldige inzet. Voor u als individu, als Raad van Elf en Prins, voor u als toeschouwers. U als pastoor, ook onze hoofdkapel natuurlijk en het herenkoor, want wij met z'n allen maken carnaval. Dankjewel, op naar de komende 11 jaar. En je weet wat ik gezegd heb, Maarten. Als ik hier over 11 jaar nog maar zend, dan doen we het nog een keer denk eens over. En dat beloof ik. We gaan binnen. Want al het moois komt een eind. Maar het feestje gaat door. Heer onze God, wij danken u voor dit 6x11 feest. Voor zoveel mensen, zoveel vreugde, zoveel mooie dingen. Wij danken u dat wij mogen leven en mochten lachen. We danken u voor elkaar. Mensen naar uw geest. En dat doen we door Jezus Christus, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
ook van onze kant een heel, heel groot dankjewel. Dat dit mogelijk is, geeft hoop voor de toekomst, geeft vertrouwen in de toekomst. En daar zorgen we z'n allen voor. Dus ga vooral zo door. Zo dadelijk de zegen en de wegzending, maar blijf even zitten. Want er is iets bijzonders. We krijgen nog een toetje. En buiten krijg je iets fris. Wat er is, dat zullen we wel merken. Laten we gaan staan voor de zegen. De Heer zegt met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We luisteren, maestro.
Prinsengarde, dat we ook iets voor de lekkers kunnen zorgen.